Welkom bij ABN Amro. Voor doorgaan in het Nederlands, toets 1. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Grote bedrag van geldopname. Welkom bij Noorlog Reeds Verloren. En uh, Rara, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over geld. Uh, ik heb hier namelijk nog weer twee uh, biljetten. Eén um, in het goud geplastificeerd. Uh, uh, en één. dit is een 1 dollar biljet. En dit is een 1000 dollar biljet. Nogmaals, uh, in het goud geplastificeerd. Leuke gimmick om weg te geven. Je kunt hem winnen. Doe het een beetje zoals David Letterman. Niemand weet precies hoe je het kunt winnen. Maar er kunnen mensen dit winnen. Belangrijkste verschil op deze dollar notes... Is eigenlijk het volgende. Bij de gold note staat het volgende: $1000 redeemable in gold on demand at the United States Treasury, or in gold or lawful money at any Federal Reserve Bank. Redeemable in gold. Van voor de, het loslaten van de goudstandaard. Hier, die $1 bill, daar zal ook de 1000-dollar bill weer over zijn, staat een andere tekst. En daar zit eigenlijk de essentie van het grote probleem. This note is legal tender for all debts, public and private. Nou, dit is dus een waardedocument. Dit is een schulddocument. We gaan het over dat schulddocument hebben, want die biljetten die zijn wel aardig, maar ook die gaan eruit, want tegenwoordig is alles digitaal. Zelfs niet eens meer met pasjes, maar met uh, 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 je telefoon, daar staat je te goed op. Hè? Je, je, je ING-app, je ABN AMRO-app. Nou, de Nederlandse Bank heeft in 2017 nog een persbulletin uitgebracht waarin ze zeiden, het belang van contant geld, het is essentieel voor een samenleving, voor de veiligheid in je samenleving. Voor de bescherming van de burger tegen die grote macht van die financiële elite. Die er niet zijn om u te helpen, maar alleen maar om over uw rug beter te worden. Om u te beschermen daartegen en het maatschappelijk verkeer intact te houden dat er contant geld is. Nou, rara. Wat doet diezelfde financiële elite met die idiote politici in hun slipstream? Wat doen zij. Tijdens deze coronacrisis de aanval op het contante geld is weer geopend. Vanaf 1 februari van 2020 is het bij heel veel banken in Nederland niet meer mogelijk om meer dan 10.000 euro op te halen. Waarom? Ze hebben geen transitiekluisjes meer. Het was al moeilijk in Nederland. Je moet al om bij je eigen geld te komen omdat je die bank niet vertrouwt. Om bij je eigen geld te komen, moest je voor bedragen boven de 10.000 euro een speciale aanvraag doen. En dan kwam er drie dagen later in de transitieklaas kwam er: hoe Godverhoede, 25.000, 50.000, 100.000 euro. Die kon je dan ophalen. En daar waren ze allemaal heel erg bang over. Ik heb daar een filmpje over. We zullen even een linkje plaatsen. Toen ik een keer 25.000 euro op de call single ging ophalen. En het is allemaal heel ingewikkeld. Nu, per 1 februari, zijn er nog minder van dat soort transitiekluizen. Niet ieder bankkantoor, bijna geen enkel bankkantoor. heeft nog zo'n transitiekluis. Bovendien, en dat hebben we bij de ABN AMRO getest. krijg je verschillende informatie. Je belt het callcenter en je vraagt: kan ik meer dan 10.000 opnemen? Nee, dat kan bij geen enkele bank. Um, het is, je kunt nu, ja, je kunt eigenlijk overal bij elke automaat als geld je tot 10.000 euro pinnen per dag. Ja, maar daar gaat het niet om. Ja, geldbestellingen doet de AB nummer helaas niet meer, van meer dan 10.000 euro. Nou, ik heb begrepen dat het, uh, iemand heeft het nog wel gedaan onlangs. En na een februari. Oké, okay, nee, dat zou niet mogelijk moeten zijn, Vraag Geldbestellingen worden echt, niet worden echt niet meer gedaan. Je kunt tot 10.000 euro elke heeft dag binnen. Nummer, heeft u het nummer op van de kolsvingel? Nou, Mevrouw, als u, als u dat echt wilt, we kunnen u geen nummers van het kantoor geven. U kunt langs het kantoor gaan als u dat wilt. Oh. Maar ik kan u dus verzekeren dat het, niet, dat het niet zo is. Oh, nou ja, goed. We gaan. Dank u wel. Vervolgens, kennis van mij, vriend van mij, gaat omdat hij bij zijn geld wil... ...naar een plaatselijke ABN AMRO. En hij vraagt, kan het? Ja, ik heb even overlegd met mijn collega's. Ja. Uh, wij hebben die optie niet. Nee. Er zijn wel kantoren met transito-kluizen... Mm -hmm. Uh, dan doe je een aanvraag via het callcenter. Mm -hmm. En dan op een bepaald bedrag kan je het daar dan ophalen bij dat kantoor. Oké, okay, want wij hebben uh, een, een gesprek gehad vanaf, twee keer zelfs. Oké. Okay. Met, uh, met een van jullie collega's. Yeah. En die zeiden dat het überhaupt bij geen enkel kantoor. Oké, okay. mij ja, mijn collega's was. geven aan dat sommige. dat gaat dan via een transitokluis. Ja, Ik ben er niet van op de hoogte. Maar welke, kun je navragen welke dat dan is? Want, ja, wat, ja wat... Dat gaat via het callcenter. Ja, maar die zeiden dat je. Dat. Wij ja. werden dus naar niemand doorverwezen. Ja. Oké. Okay. Want wij, er zijn geen. Ja. Er zijn geen contactgegevens. Wij konden geen bank, bijvoorbeeld. Nee, uh, niet nee, persoonlijk wel nee. nee. Dus ik wil een aanvraag doen om zeg 25, 50.000 euro op te halen, maar dat kan volgens het callcenter niet. Dan ga ik naar een fysieke ABN Amro toe en dan krijg ik te horen, ja, het kan wel, maar dan moet u het via het callcenter aanvragen. Hmm. Interessant. In ieder geval is het een feit dat de Nederlanders niet zomaar meer bij hun contante geld kunnen. Je kunt dus maximaal 10.000 euro per dag opnemen. Ook niet waar, want als ik met mijn ABN Amro pas naar een pinautomaat loop die dan van de ABN Amro moet zijn, dan kan ik maximaal per keer 2000 euro opnemen. En ik kan maar maximaal drie keer die 2000 euro opnemen. Dus het maximum is 6000 euro per dag als ik het gewoon op de reguliere manier wil opnemen. U moet zich voorstellen dat het, sinds de vorige crisis is het in Nederland verboden om op te roepen tot een bankrun. Dus zelfs als uw geld in groot gevaar is. Wat het nu dus is, want we hebben een coronavirus. Feitelijk daarachter hebben we een enorme economische crisis. Als u bij uw geld wil, wat zogenaamd, dus bij, de, bij, bij bij, het staat veilig bij de bank, daar staat het verschrikkelijk onveilig. Als u voor uw eigen veiligheid zegt, ik wil het daar niet hebben en u wilt het ophalen, dan mag ik u niet oproepen om te zeggen: ga in godesnaam uw bank halen of uw geld halen. Dat mag ik niet zeggen. Nou, ik zal, dat dus, ik zal u dus ook niet adviseren om uw geld veilig te stellen. Ik zal u dat niet adviseren, want dat is verboden. Dus dat mag niet. Wat ik u wel kan adviseren, is u te verdiepen in hoe volatiel het systeem is, hoe ontzettend failliet de banken zijn en hoe ons Nederlandse wettelijke systeem in elkaar zit dat als Italiaanse banken failliet gaan, wat nu dus aan de hand is, als uh, uh, een land als Bulgarije failliet gaat, wat nu dus aan de hand is, dat u, dankzij een handtekening van uw minister-president Rutte, dat u garant staat met uw geld voor die schulden. Dan hebben we nog het depositogarantiestelsel. Ik zou één ding in ieder geval willen adviseren. Iedereen die meer dan 100.000 euro op de bank heeft staan, die moet mij even bellen, want alles boven de 100.000 euro bent u al kwijt. Vandaag. Het staat er nu nog. U kunt er nu nog bij. U kunt nu nog opdracht geven om te schuiven. Maar uw tijd wordt iedere keer korter. Dat geld wordt gebruikt om deze enorme gaten straks te dichten. Er wordt geld bijgedrukt door de ECB. Er wordt geprobeerd een economische veiligheid te hanteren. Maar als u überhaupt al, vergeef me dat ik het zeg, zo dom was om uw geld boven een ton bij een bank te zetten, haal het daar in godesnaam niet weg. Want het is nodig om al die banken te redden. En om al die staten te redden. Dus dank u wel voor het sparen. Dank u wel voor het harde werken. Dank u wel voor alle pogingen die u gedaan heeft om allerlei mensen en instituties in stand te houden die u eigenlijk een dikke vinger geven. Hartelijk dank. Namens de financiële bankaire elite, dank u wel. Bedankt voor de gelden. Die situatie heb je. Je mag niet bij je contante geld. Die war on cash die is er. In China gaan ze geld schoonmaken. In gouden naam. Het geld schoonmaken tegen het coronavirus. Weet je. je, je markten vol met besmet vlees. Uh, uh, metrostations goorder dan het riool in Amsterdam. Het is ongelooflijk. En dan zeggen ja nee maar veiligheidshalve gaan we het geld gaan we, uh, gaan we uh, 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 innemen. Twee weken is er even geen contant geld. We hebben wel nieuw geld gedrukt hè, voor, uh, voor het gebruik. Mijn hemel, beste mensen, u moet toch ook wel begrijpen dat uw contant geld is uw vrijheid. Ook die geeft u gewoon weg. U laat het gewoon gebeuren. Er komen nieuwe regels van de bank. Niemand protesteert. Er komt niet eens een persbericht vanuit de bank. Niemand protesteert. Als je het vraagt aan een, aan een jongere, die zegt, nou dat is toch handig, ik heb toch niks te verbergen. En dan het argument van die bank, juist yes, vooral tegen witwassen. En, en de bankmedewerker zelf zegt, nou maar als je twee passen hebt, kun je ook wel twintigduizend op een dag. Er zijn ook wel creatieve manieren omheen. Jo. Nee, de gewone burger die wordt gepakt. Maar die, cre die creatieve jongens, dat zijn nou net die witwassers de, waar jullie zogenaamd voor deze regels invoeren. Wees eerlijk en zeg gewoon: wij willen geen contant geld meer, want we willen de burger controleren. Wees dan op zijn minst eerlijk. Zeg dan gewoon waar dit voor is. Ja, we willen gewoon de burger controleren. We moeten alle financiële stromen zien. Dan kan er ook niemand een misstap maken. Een misstap, dat is hetgene waarvan zij bepalen dat het een misstap is. Zij bepalen hoe u leeft. Zij bepalen hoeveel geld u heeft. Het is uw geld. Officieel, het is helemaal niet uw geld. Op het moment dat u het aan de bank geeft, is het van de bank. Wist u dat? is dat het geld momenteel dan is van de bank... en zij mogen er dan mee doen. U heeft een vordering op de bank. En of die vordering nog de... het geld is al van de bank. U heeft uw geld niet meer bij de bank gezet. Nee, u heeft het geld aan de bank gegeven. U heeft van de bank daarvoor in ruil... een digitaal tegoed teruggekregen... wat een vordering is. En dat is in een wettelijk systeem ingekaderd... wat u niet kent. Alles boven de ton bent u kwijt. Mensen die nog geld hebben, bel me... Uh, uh, het telefoonnummer is 0639106084. Wordt toch al afgeluisterd. Dus bel me 0639106084. Want u moet iets met uw geld. Investeer het. Beleg het, of misschien wilt u dat helemaal niet. Misschien zegt u, nou, ik vind het wel, wel in het kader van de solidariteit en het Europese stabiliteitsmechanisme belangrijk dat we uh, de failliete bank van Berlusconi gaan redden. Dat we via uh, Cyprus en Malta dat we wat Oekraïense uh, criminelen gaan spekken die daar hun geld hebben staan en die banken die failliet gaan. Ja, ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat we de staat Bulgarije, dat we die gaan redden. En uh, dat we. Uh, ik vind het ook wel goed dat de ECB eigenlijk met mijn geld straks aan de, haag, aan de haal gaat. Als u dat vindt, dat kan. Als u het wilt beleggen, kunt u bellen. Als u zegt ik wil het ergens veilig zetten. Um, en, en ik wil het op een manier inkaderen dat, dat het niet zomaar gegrabbeld en gegraaid van mij afgepakt wordt. Prima. Overigens ook voor dat bedrag tot 100.000 euro, want er is een depositogarantiestelsel. Maar als het hele systeem faalt, zoals het dat nu doet, kun je je afvragen: is zo'n depositogarantiestelsel inroepbaar? Het ministerie van Financiën zal u vast antwoorden geven: Wij hebben het depositogarantiestelsel. U krijgt alle zoethoudertjes. U kunt gewoon bellen. Hè. U kunt de officiële kanalen volgen. Dan zegt u: Sven, jij zit ernaast. Kijk maar, het ministerie van Financiën zegt: ik heb er recht op. Uh -huh. Ja, de Nederlandse bank zegt, contant geld is belangrijk. Contant geld gaat eraan. De banken zijn iedere vorm van contant geld aan het tegenwerken. Het is ook echt, voor, er staat er bij de, bij de viskraam. staat er pinnen uh, uh, ja graag, voor uw en onze veiligheid. Voor uw en onze veiligheid. De grootste criminelen hebben inzage in al uw uitgaven. Voor uw eigen veiligheid. Ja, nogmaals, ik heb het wel gezegd. Ik begrijp deze wereld niet. Deze hele podcast is niets anders dan de ramblings of a stupid man die de wereld niet begrijpt. Kennelijk ben ik een van de weinigen die niet begrijpt waarom al die vrijheden worden weggegeven. Waarom dit allemaal maar door kan gaan. Waarom hier in Nederland geen grote opstanden tegen zijn. I'm the idiot. Ik ben de gek. U bent volstrekt normaal. U oh, bent straks ook arm.